Goedemorgen allemaal. Jawel, ik ga mezelf eigenlijk voorstellen door... Dit staat aan? Ja. Door eigenlijk iets te vertellen over dit jaar. 2018 is eigenlijk voor mij en voor mijn vrouw een bijzonder jaar. Eerst even kijken. Ah, ik moet zien dat ik in de buurt blijf, ik ook af en toe van televisie. 2018 is een bijzonder jaar, omdat eerst en vooral 30 jaar geleden, 1988, stapte ik voor het eerst een kerk binnen. In de zomer, rond deze periode. Eigenlijk in de aanloop naar deze ochtend overviel mij die gedachte dat ik 30 jaar geleden voor het eerst een kerk binnenstapte en ik werd verwelkomd door een toenmalige leeftijdsgenote van mij. Die is, hoe gek het ook mag klinken, nu ongeveer even oud als ik. En die stond bij de deur en die verwelkomde mij. En dat het gevoel van thuiskomen. En diezelfde persoon zit trouwens nog altijd, we zitten nog altijd samen in dezelfde kerk, voor alle duidelijkheid. We hebben onze kinderen samen zien opgroeien en ook... Enkele dienen al zo stilletjes aan het huis uit verlaten. En we zijn goede vrienden gebleven, uiteraard. En toch, die 30 jaar, ook al zijn we nog altijd lid van dezelfde kerngroep van gelovigen, was het een rit van 30 jaar met ups en downs. Maar toch, God heeft onze vriendschap, onze geloofsband, enorm sterk bewaard. En de tweede gedachte, en dat ook iets zegt over mezelf, is dat 25 jaar geleden, dus in 93, want we zijn nu 2018, vieren mijn vrouw en ik dus dat wij 25 jaar getrouwd zijn. Nu nog niet, pas in oktober, maar dit jaar zijn we dus 25 jaar getrouwd, ook opnieuw met ups en downs. Ups en downs. En als ik die twee gedachten bij elkaar breng... De kerk binnenstappen voor de eerste keer, uw ja-woord geven voor de eerste, en hopelijk ook enige keer natuurlijk, dan overvalt mij de gedachte dat het misschien simpel lijkt om het vol te houden met elkaar. Maar zo simpel is het natuurlijk niet altijd. Want er zijn twee belangrijke factoren die we altijd in ons achterhoofd moeten houden. En dat is het belang van eensgezindheid en goedgezindheid. Blijdschap, vriendelijkheid, samen met elkaar optrekken. Nu, in het begin van ons huwelijk was dat niet zo gemakkelijk. Mijn vrouw en ik, we zijn eigenlijk een vrij klassiek, stereotyp koppel, durf ik wel zeggen. Zeker in het begin van ons huwelijk lag dat heel lastig. Mijn vrouw is van Engeland, nu, dat was het probleem niet voor alle duidelijkheid. Alhoewel, sinds deze week is ze Belg geworden. Het verstand komt met de jaren natuurlijk. Hè. In ieder geval, maar in het begin van ons huwelijk, we gingen elk jaar op reis naar Engeland en in het begin van ons huwelijk was dat heel lastig, want omdat wij zo'n stereotyp koppel waren, lagen de rollen vast. Dat wil zeggen, als we ons gingen voorbereiden om met een auto naar Engeland te gaan, dan was zij degene die de koffers pakte en was ik degene die de auto laadde. En voor zij die mijn vrouw kennen, dat was zeer frustrerend voor mij. Want als mijn vrouw op reis gaat, dan neemt ze heel veel mee. U kent dat spelletje, ik ga op reis en ik neem mee. Want met mijn vrouw ging dat zo, ik ga op reis en ik neem mee alles. Echt alles. En ik was zeer gefrustreerd met haar, want ik zeg, Claire, als de auto te zwaar geladen is, verbruikt dat veel te veel diesel. En dat is niet goed voor de aerodynamica, of wat is het allemaal, of aerodynamica. En alsjeblieft, laten we wat minder meenemen op reis. En mijn vrouw was gefrustreerd met mij, en boos zelfs, want zij zei, maar Filip, jij vertrouwt mij dus niet dat alles wat ik meeneem in die koffers, dat we dat ook effectief gaan nodig hebben. En zo was dat heel lastig die eerste jaren. Ik heb zelfs op een bepaald moment een foto getrokken van de achterkant van onze auto, toen dat hem volgeladen was. En je moet wel bedenken, er zat ook nog een dakkoffer boven, maar die staat er niet op de foto. En er waren al enkele koffers uitgehaald. Gewoon om een impressie te geven van hoe ik dat moest overleven.
Dus hier, dat zat ook vol, nog een dakko. En dat was voor een halve dag naar de Ardennen te gaan, hè, voor alle duidelijkheid. Nee, dat is niet waar, dat is niet waar. Als we naar de Ardennen gaan, doen we nog een remorque ook bij voor een dag. Ja. En ik zeg tegen mijn vrouw, we gaan dan een keer omdraaien. Ik zou kijk een keer de koffers pakken, kun jij een keer de auto laden? Dat gaat veel beter gaan. Dus dat heb ik dat zo gedaan. Hè. Zo'n zakje met een paar onderbroeken en een paar kousen in. En dat was, meer heb je eigenlijk niet nodig, hè, mannen? Is het waar? Ik zei het al, zeer stereotyp, ik weet het, ik besef het. Maar het was niet eenvoudig. Het doet me eigenlijk denken aan de kerk. Het doet me denken aan de kerk, omdat in de kerk heb je pakkers van koffers en laders van auto's. Het is een beetje zwart-wit dat ik het schets, maar ik wil natuurlijk een punt maken. Je hebt mensen bij die vooruitziend zijn, die visie hebben en die plannen. En die vooruitkijken en die weten wat er staat te gebeuren. Die weten wat we over een jaar gaan nodig hebben. Terwijl anderen zoiets hebben van, goh, ik ben al blij als ik weet wat ik volgende week ga nodig hebben. Maar sommigen in de kerk die zijn anders gewired, zoals ze in het Engels zeggen. En die weten wat er allemaal nodig is om op een lange reis te gaan. En die beginnen te plannen en de koffers te pakken. Een koffer met discipelschap. Een koffer met mooie, fijne kerkdiensten, met goede muziek. Een koffer met hulp geven aan mensen die hulp nodig hebben. Je moet dat plannen. Dat komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Maar je hebt ook een groep mensen in de kerk die eigenlijk gewoon de auto laden. En die zeggen, waar is de volgende koffer die erin moet? En die heel praktisch ingesteld zijn. En soms overlappen die twee uiteraard met elkaar. Dat begrijpt u. Af en toe mocht ik ook een koffertje pakken van mijn vrouw. Af en toe mocht ik dat. Maar in de kerk is het ook zo. En wat gebeurt er dan na verloop van tijd? Je zit samen in de auto en de koffer is helemaal vol, maar de blijdschap en de eensgezindheid is de auto uit, want de ego's zijn te groot geworden voor ook nog een keer goedgezindheid en eensgezindheid in die auto. Want diegene die de auto laat, die denkt, ja, maar dat kan toch niet allemaal mee? Al die visie, al die dromen, al die wilde gedachten, en dat moet er allemaal in. Dat gaat nooit niet van zijn leven lukken. En degene die dan de koffers pakt, die denkt, ja, maar wacht eens even, dat gaan we wel nodig hebben. Je denkt dat we het niet gaan nodig hebben, maar wacht over een paar maanden. Ik beloof het u, je zal eens wat meemaken. En dan is het goed dat er daar iemand over nagedacht heeft. Maar goed, mijn vrouw en ik zaten dan in een auto, met een volle auto, helemaal bepakt en gezakt, met onze ego's naast elkaar, maar de blijdschap en de eensgezindheid was weg. Waarom? Omdat er een beetje conflict was gekomen tussen ons. Andere verwachtingen. Spanning. Tegen dat wij Londen waren, gelukkig, was dat al teruggekeerd, of zelfs misschien iets vroeger. Maar het grote probleem was, op het moment dat we dan in de auto zaten en we startten de motor, toen hadden we pas door dat we het belangrijkste vergeten waren. Namelijk de kinderen. En de achterbank lag vol. En toen dachten we, dat kan niet, daar moeten de kinderen eigenlijk zitten. En toen zei ik tegen Claire, en dat was misschien wat gedurfd, zouden we toch niet vertrekken, maar dat heb ik rap. En de kinderen, die hebben geen boodschap aan het laden van de auto. Onze kinderen hadden geen boodschap aan het pakken van de koffers. De kinderen wouden een hele fijne reis hebben met ons. En wij zaten daarvan voor. Een beetje gefrustreerd. Een beetje boos eigenlijk. Maar onze kinderen hadden daar geen boodschap aan. En zo is het ook in de kerk. Vaak in de kerk zijn er heel veel mensen die eigenlijk nog de koffers pakken, nog de auto laden, maar die komen om te ontvangen. Hele kleine kindjes die eigenlijk, wat je zou afvragen, wat hebben die te bieden? Die hebben heel veel te bieden. Maar in functie van koffers pakken en auto's laden, is het nog even wachten. En toch zijn ze een van de belangrijkste schakels hier in dit gebeuren. Hetzelfde met oudere mensen. Bij ons in de kerk is er iemand die dementerend is. Heel zwaar dementerend. En eigenlijk heeft de man in kwestie, naar onze normen, menselijke normen gesproken, weinig of geen enkele functie. Maar God denkt niet in functie. God denkt in aanwezigheid. En wat doen we als we samen zijn? Af en toe legden we de muziek stil en zongen we niet, maar lieten we de man fluiten. Want
alles wat ik vertelde als spreker was hij na 5 minuten vergeten, maar de liederen die hij had geleerd in zijn jeugd was het enige dat hij kon onthouden. En dan, iedereen stopte met zingen en de man die begon dan te fluiten. En hij kon heel mooi fluiten, voor alle duidelijkheid. En iedereen zat te luisteren en je voelde de aanwezigheid van Gods Heilige Geest neerdalen, als het ware. Hij was geen kofferpakker, hij was geen autolader, maar zonder hem zouden we geen kerk geweest zijn. En zo gaan we met elkaar op weg, maar u begrijpt, af en toe brengt dat wel eens een conflict met zich mee. En graag wil ik met jullie nadenken over een paar woorden van Paulus, de apostel, die eigenlijk heel wat gemeentes heeft gesticht. En ik ga een klein stapje terugzetten. En straks eindigen we bij een van zijn brieven die hij geschreven heeft aan een van die kerken die hij gesticht heeft. Nu, als u wilt weten hoe dat zit, heel dat verhaal van Paulus en al die kerken die hij gesticht heeft, dat kunt u lezen in het boek Handelingen. Dat is het 5e boek in de Bijbel. Af en toe noem ik het de mishandelingen van de apostelen. Waarom? Omdat als je dat boek gaat lezen, ga je heel gauw doorhebben dat die apostelen al heel gauw in conflict kwamen met hun omstaanders, met de mensen in hun buurt. Nu, u kunt niet lezen wat er staat, hoeft ook niet. Maar als je het boek Handelingen zou lezen, dan zou ik het kunnen samenvatten in 2 woorden, namelijk een reis van Jeruzalem naar Rome. Maar als je het boek helemaal gaat doorlezen en telkens een papiertje daarnaast zou houden met een, en je houdt bij welke locaties en welke steden ze bezoeken, dan kom je tot een totaal van 67 locaties die de gelovigen, de eerste gelovigen, in het boek Handelingen bezoeken. 67 locaties, 18.000 kilometers, wordt er ter land, ter zee, niet in de lucht uiteraard, maar wordt er gereisd om het evangelie, de blijde boodschap, te brengen naar al die verschillende plekken. En sommige van die plaatsen, zoals u ziet, staan in het geel en zijn onderlijnd. En al die plekken, dat zijn de plaatsen van mishandeling. Dat zijn de plaatsen waar dat ze eigenlijk toekwamen en waar ze vernederd werden, buitengegooid werden, waar ze moesten opboksen tegen de autoriteit van die stad, tegen Joden of tegen Romeinen. Van Jeruzalem naar Rome. Het was één grote gevaarlijke reis. Nu, meestal vat ik het nog anders samen. Dat is niet alleen een reis geografisch van de ene plaats naar de andere plaats. Het is eigenlijk ook een reis in de gedachten van een heel volk. Namelijk, zij waren gewend om te leven met de wet. Met de tempel, met de offers, met de hoge priesters. En alles stond vast. En plotseling komt Jezus en die ruimt de tafel af en die maakt van de weg de weg. Heel eenvoudig. Dat is de samenvatting van het boek Handelingen. Dat is de samenvatting van het evangelie. Alles wat statisch is, alles wat onbeweeglijk is, wordt plotseling beweeglijk, wordt dynamisch. Het is de weg, de reis van de wet naar de weg. En op die weg natuurlijk gebeurt er van alles en nog wat. Het is trouwens een reis die nog altijd doorgaat. Ze begonnen in Jeruzalem, Paulus passeerde Filippi. Trouwens, Filippi was de eerste kerk die Paulus dan stichtte op het Europese vasteland. Goed, en dan naar Rome. En trouwens, tot de dag van vandaag gaat die reis verder, hier tot in Leuven. Dus die weg van Jeruzalem naar Rome, van wet naar weg, die wordt gekenmerkt door heel veel spannende momenten. En als er één ding is dat voor conflict kan zorgen, als er één ding is die de domper kan zetten op eensgezindheid en goedgezindheid, dan is het spanning. Dan is het stress. Dan is het eigenlijk conflicten. En in die 30 jaar dat ik zelf lid mocht zijn van een kerk, kan ik uit de eerste hand getuigen dat je niet moet afvragen, zal er ooit een conflict komen? Je moet je gewoon de vraag stellen, wanneer zal het eerste conflict komen? En hoe lossen we het eerstvolgende conflict op? En het conflict daarop, dat is eigenlijk de les die we kunnen leren. Nu, Paulus die zat in de gevangenis op een bepaald moment en hij denkt terug met blijdschap, staat er in die brief aan de Filippenzen, over de gemeente die hij toen gesticht had in die Romeinse kolonie te Filippi.
En die gemeente was trouwens gesticht ook in moeilijke omstandigheden. Paulus werd er vernederd. Paulus werd er buiten gegooid. Er was een aardbeving. Enfin, het was niet, denk ik, een van zijn meest memorabele kerkstichtingen. En als hij erover terugdenkt, over die tijd, dan zit hij trouwens ook in de gevangenis. Dus Paulus en Filippi hebben een heel eigenaardige connectie met elkaar, waarvan ik zou denken, je wordt er niet blij van. En toch, als je die brief gaat lezen, de Filippenzenbrief, dan ontdek je één ding. Dat een brief is waar je heel blij van wordt. En die eigenlijk oproept om eensgezind te zijn. En ik wil heel graag met jullie een stukje tekst lezen uit die brief. En als je dit leest, dan moet je bedenken dat dit het centrale gedeelte is van heel die brief. En alle andere verzen die rond die tekst hangen, die vliegen als een soort van satellieten rond die tekst en die halen hun energie van de tekst die we nu gaan lezen. Paulus die kon heel theologisch denken, heel theologisch schrijven, maar als je dan straks verder gaat lezen, dan kon hij die theologie ook omzetten in dagelijkse praktijk. Laten we samen even lezen. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 11. Dit gedeelte wordt ook wel eens de lofrede op Christus genoemd. En u zult wel begrijpen waarom. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. En hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is de Heer. Of is Heer, tot eer van God, de Vader. Gezindheid in Christus wordt belichaamd in ons, in u en in mij, door die twee belangrijke begrippen. Eensgezindheid, goedgezindheid. En om dat punt te maken, gaan we kort twee versjes lezen die met elkaar te maken hebben en die twee met elkaar in verband brengen. Denk aan die reis die je met elkaar maakt. Denk aan die auto. Denk ook aan jullie huwelijk, voor zij die getrouwd zijn. Maar denk verder dan alleen maar de kerk. Denk verder dan alleen maar jullie relaties onderling. Denk ook aan jullie werk. Denk aan jullie hobby. Denk aan alle relaties die een impact hebben op wie je bent. En dan gaan we beginnen met het eerste, namelijk Euodia en Syntyche. Twee vrouwen die gelovige vrouwen zijn of waren, maar er was een probleem met Euodia en Syntyche. Ze hadden namelijk ruzie met elkaar. Ze hadden ruzie met elkaar en we lezen, Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn. Want u bent één met de Heer. Men gelooft zelfs dat deze brief werd geschreven naar aanleiding van het feit dat Paulus had gehoord dat twee van zijn vriendinnen ruzie hadden. Dit waren geen vrouwen die pas God hebben leren kennen. Dit waren twee vrouwen die al op schok waren geweest met Paulus op weg van Jeruzalem naar Rome. Die mishandelingen misschien hadden meegemaakt. En plotseling, na jaren van dienst aan het evangelie, stelt Paulus vast, of hoort Paulus, dat die twee dames ruzie hebben met elkaar. Ze hebben ooit het evangelie gebracht. En nu leven ze in onmin met elkaar. En hij gaat verder. En dan schrijft hij aan zijn trouwe vriend het volgende. En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen.
Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers van wie de namen in het boek van het leven staan. Nu, die trouwe vriend, we weten niet wie dat is. We weten niet waarom ze ruzie hebben gekregen. We weten niet hoe ze het opgelost hebben. We weten niet wie hen geholpen heeft. Maar Paulus die vraagt één ding. Die heeft daar een vriend zitten in Filippi, een trouwe vriend, en aan hem of aan haar wordt de vraag gesteld: help hen. Help die twee vrouwen, want ze hebben ruzie. Waarom was Paulus erop gebeten om hier een antwoord op te geven? Wel, hij was begonnen met die gezindheid van Christus. Dat was zijn theologie. Maar hij maakte het heel praktisch, tot op het niveau van twee mensen in de kerk die in onmin leefden met elkaar. En hij zegt, ja, maar die eenheid van Christus is jullie eenheid. Hoe moesten ze de ruzie oplossen? Met hulp van anderen. Ergens in de jaren 60 was er een drama gebeurd ergens in Amerika. Een jonge vrouw werd om het leven gebracht. Ik bespaar u de details. Maar die jonge vrouw, er was een misdrijf gepleegd en de jonge vrouw kwam om het leven. En de politie deed onderzoek. En wat stelden ze vast? Dat 33 mensen getuigen waren van wat er gebeurd was en dat er niemand van die 33 gebeld had, iets gezien had, zo gezegd. En het was alsof dat het niet gebeurd was. Maar blijkbaar waren er 33 getuigen, bleek achteraf. In de psychologie hebben ze daar een term aan gegeven sindsdien. In het Engels noemt het het bystanders effect. In het Nederlands spreken we van het omstanders effect. Het omstanders effect. Heel eenvoudig. Dat is, je bent omstander, er gebeurt daar iets en iets ergs. En jij bent als omstander en je denkt van iemand anders zal dat ook wel gezien hebben. Dus ik ga mij er niet mee moeien. Kent u dat? Er gebeurt iets en je denkt van oei, maar die of die persoon, die zal dat wel gezien hebben. Die zal dat wel oplossen. Of die denken, waarom zou ik dat moeten oplossen? Want als ik het doe en het loopt verkeerd, dan gaat de boemerang terugkeren naar mij en dan ben ik straks nog een keer de grote schuldige als ik mij ga mengen. Of je denkt misschien, ik ben daar helemaal niet toe in staat om dat conflict in deze groep, om mij daarmee te moeien. Ik ben daar niet voor geschoold, ik heb daar geen gave voor, ik heb daar geen talent voor. Nee, laat iemand anders dat maar doen. En het omstanderseffect is ook zichtbaar in de kerk. Jammer genoeg. Maar het is de realiteit, waarbij dat als er een conflict is tussen twee mensen in de kerk, dat er altijd een grote groep er rond hangt, maar daar niks mee doet. En wat is de allereerste advies van Paulus als hij hoort dat er ruzie is in een van de kerken die hij gesticht heeft, de allereerste kerk in Europa, dan zegt hij, jongens, of liever gezegd dames, vraag hulp. Of help, help elkaar. Met de hulp van anderen. Anders gaat het niet. Waarom? Heel eenvoudig. Omdat die persoon die met elkaar in onmin leven, die hun namen staan al in het boek des levens. Ik vind dat trouwens een van de krachtigste verzen tegen roddelen. Roddelen is voor mij een manier om te zeggen van kijk, u staat in het boek des levens en als ik achter uw rug praat, dan is dat bijna symbolisch van, ik ga mijn gommeke proberen om die naam uit dat boek des levens te krabben of te weg te gommen. Dat is eigenlijk hetgeen dat je moet denken van, wat eigenlijk zeg je tegen die persoon of tegen de anderen, die is het eigenlijk niet waard om goed over te praten. Dus ik praat er maar slecht over. En slecht is tussen aanhalingstekens, daar zit nuance op, hè? Daar zit rek op dat begrip slecht. Heb ik niet slecht gesproken over hem of haar? Heb ik ook positieve dingen gezegd? Ja? En ondertussen zijt je met je gom bezig, of met Tipex, gelijk dat je wilt, hè? Zijt je bezig om die naam uit het boek des levens weg te vegen, te deleten. Maar God zegt, uit mijn levensboek wordt er niet gedelete. Ik heb die naam erin gezet, met onuitwisbaar inkt, gebaseerd op het bloed van mijn Zoon Jezus Christus. Aan mijn kinderen komen is aan mij komen. Ik zeg het een beetje
wat hard misschien. Ik ben geen motivationele spreker, ik ben eerder een demotivationele spreker op dat gebied. Maar u begrijpt mijn punt natuurlijk. Hè? Paulus die zegt, die twee dames die staan in het boek des levens. En op grond daarvan doet hij de oproep, zoek naar een oplossing om met elkaar die reis te maken, om in die auto te zitten. Want straks in de eeuwigheid, je staat samen in die boek. Geniet er nu al van. Eensgezindheid. Nu, het tweede punt dat Paulus wilt maken, heeft te maken met goedgezindheid. Dit is, waar is dit? Tomorrowland. Voilà, nu weten we ook direct wie dat de bezoekers zijn in deze gemeente op Tomorrowland. Ze vallen er altijd voor. Tomorrowland, inderdaad, dat is pas geweest, als ik me niet vergis. U ziet het. Dit is een van de 280 festivals in Vlaanderen. Vlaanderen is op wereldniveau misschien de nummer 1 als het gaat over het aantal, over het ratio tussen het aantal festivals en de aantal inwoners. 280 festivals in Vlaanderen op jaarbasis. Dit is een van de grotere festivals, maar elk gehucht, elk dorp, elke straat, elke stad heeft één of meerdere festivals. En die komen samen. En wat doen ze daar? Ze hebben een feest. Een feest rond een aantal thema's. Dat kan muziek zijn. Dat kunnen optredens zijn van bepaalde groepen. Dat kan gewoon feest zijn om elkaar te ontmoeten en mensen terug te zien. Ik ga dat niet zo negatief interpreteren. Het is gewoon een feit. Mensen zoeken elkaar op. Hier in Vlaanderen, 280 keer per jaar, heb je die mogelijkheid om dat te doen. Eigenlijk is dat niet zoveel anders dan in Paulus zijn tijd. Als Paulus te Filippi is, of in Korinthe, of waar dan ook, in de Griekse Romeinse cultuur van zijn tijd, dan was het schering en inslag om feesten te organiseren. En die feesten werden georganiseerd, meestal met het oog op het aanbidden of het verwelkomen van niemand minder dan de keizer. De keizer van Rome, uiteraard. En als hij niet kon komen, dan hadden ze toch overal beelden staan van de keizer, zodat ze zich een beeld konden vormen van wie die keizer is. Hij was degene die het leven gaf. Hij was degene die voor vrede zorgde. En Paulus die zit daar in zijn gevangenis en die denkt, hoe kan ik nu duidelijk maken aan de gelovigen van Filippi dat ze eigenlijk niet die Heer moeten aanbidden, maar een andere Heer moeten aanbidden en samenkomen om die Heer te aanbidden. En wat zegt hij dan in Filippenzen hoofdstuk 4, vers 4 tot en met 5? Dat zijn eigenlijk de verzen die volgen op de verzen die we daarnet hebben gelezen over Euodia en Syntyche. En hij zegt tegen hen en tegen ons, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. De Heer die komt. Hij is nabij. Laten we daarom blij zijn. En vaak wordt dit versje, denk ik, te pas en ten onpas gebruikt om tegen elkaar individueel te zeggen van, maar jongen toch, jij ziet er niet goed uit vandaag. Zei hij, vergeten we dat Paulus gezegd heeft. Wees gewoon een keer blij. Laat een keer een glimlach zien. Maar eigenlijk, in die context is dat niet gepast om het daarvoor te gebruiken. De context van deze brief zegt eigenlijk, als we samenkomen, laten we dan op dezelfde manier samenkomen als diegenen die samenkomen voor andere feesten of andere festivals. Of het nu de Olympische Spelen zijn, of de Istische Spelen, of de Corinthische Spelen, of welke spelen dan ook in die tijd, of het nu Tomorrowland is. Of Werther, of wat dan ook. De gelovigen die mogen ook samenkomen. En laat het maar zien aan diegene rondom u. Steekt het niet weg. En als je dan gaat bedenken dat er in Vlaanderen 1000 à 200 kerken zijn binnen die brede evangelische beweging. En die komen elke zondag samen, 52 zondagen op een jaar. 1200 maal 52. Wie heeft er hier wiskunde gestudeerd? 60.000 à 70.000 festivals per jaar in Vlaanderen. In België moet ik zeggen. In Vlaanderen iets minder, maar het is nog veel. In België komen per jaar zijn er 62.000 festivals
waar dat gelovigen samenkomen om blij te zijn en de bron van hun blijdschap aan de anderen te laten zien. Dat is wat jullie vandaag hier doen. Jullie hebben eigenlijk een festival. En vorige week had je een festival en volgende week heb je een festival. Het is elke zondag een festival. En zo is het. In de context van de Filippenzenbrief en zoals Paulus daarnaar kijkt, elke kerk die elke zondag samenkomt, is een festival. Amen? Amen. Ik vraag dan niet af en toe die amen, maar deze keer waag ik het erop. De gezondheid van dit festival, van deze kerk, hangt dus eigenlijk af van onze gezindheid in Christus. Daar komt het eigenlijk op neer. Zullen er conflicten komen, ja, tussen de pakkers en de laders en tussen andere soorten groepen in de gemeente? Ongetwijfeld. Ik ben de eerste getuige van het feit dat ik conflicten heb meegemaakt in de kerk, waar ik misschien zelf ook wel oorzaak van ben geweest. En waar ik vergiffenis voor heb moeten vragen. En gevraagd heb. Conflicten zullen er zijn. Eigenlijk is dat het probleem niet. Het probleem is, als er een festival is waar dat er conflicten zijn en er is geen gezindheid van Christus, dan ontstaat er een ongezonde kerksituatie. Dus de gezondheid hangt af van die twee belangrijke begrippen. Eensgezindheid en goedgezindheid. Dat zijn de twee basishoudingen voor elke kerk. Elke kerk die samenkomt, die heeft één voorbeeld en dat is Christus. En die tekst die we daarnet gelezen hebben, waar dat er staat dat hij bij God de Vader was, zich vernederd heeft, een slaaf werd, een mens werd en vernederd tot aan het kruis, dat is eigenlijk de stap die elke mens, elke kerk neemt om in de voetsporen van Jezus Christus te gaan. En de gezondheid van de kerk is evenredig aan onze bereidheid om diezelfde weg met Christus te bewandelen. En op het einde van die tekst stond er dat uiteindelijk die naam Christus zal verhoogd worden. En elke tong, boven de aarde, op de aarde en onder de aarde, die zal zijn naam belijden. Zolang wij als kerk dat als onze opdracht zien, om die naam te belijden, dan zit het goed. Dan zit het goed. Dan kan het volgende festival, dat volgende week zal plaatsvinden, zonder problemen verlopen. Natuurlijk, die twee basishoudingen, die zijn wel heel belangrijk. En Paulus maakt dat zeer praktisch. Hij gebruikt de aanleiding van twee dames die in onmin zijn gevallen met elkaar. En hij gebruikt het beeld van een festival van mensen die bij elkaar komen om te zeggen dat zij het verwachten van de Heer die nabij is, die straks zal komen. En dan eindigt Paulus die brief op een hele mooie manier. En dit wil ik als een soort van zegenbede met jullie meegeven. Het is een tekst die ook in de Filippenzenbrief staat. En als we dat gelezen hebben met elkaar, dan wil ik stilaan afronden en bidden voor jullie. Paulus die rondt af en hij zegt, tenslotte, broeders en zusters, hij spreekt tot de gelovigen, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is. Alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Een gedachteoefening die ik vaak doe in kerken is gewoon het omdraaien. Gewoon om het absurde ervan even te proeven. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat onwaar is. Onedel is. Wat onrechtvaardig is. Wat onzuiver is, wat niet lieflijk is, wat oneervol is. Kortom, aan alles wat ondeugdzaam is. Dit klinkt heel hard. Maar het is wel een sterke manier, denk ik, om de impact van Paulus zijn woorden te laten doordringen in ons leven. Want iedereen hier, denk ik, als ik voor jullie mag spreken, ik moet daar natuurlijk voorzichtig mee zijn, maar als ik voor jullie mag spreken, dan kan ik mij niet voorstellen dat er hier iemand is die zegt van, ja, laten we aandacht schenken aan alles wat onwaar is.
onzuiver is. En tegelijkertijd moet ik bekennen als eerste dat als ik in gesprek ben met iemand, dat vaak de verleiding toch zo groot is om mezelf te verheffen door de ander naar beneden te halen. En eigenlijk te zeggen van, kijk een keer naar mij. En kijk een keer naar hem. En dan zegt Paulus, ja maar wacht eens even. God zegt dat die persoon zijn naam in het boek des levens staat. Blijf een keer van die naam, Filip. Blijf dan een keer af. Dat is mijn naam. Dat is mijn boek. En hij staat er trouwens ook in, Filip. Dus je moet niet zo min naar jezelf kijken. Waar komt die behoefte vandaan om jezelf ten opzichte van de anderen hoger te achten? Ik heb zelfs uw naam in dat boek geschreven, Filip. En dan bedenk ik bij mezelf, wauw, dank u. Toch blijft het een uitdaging voor mij en ongetwijfeld voor iedereen om de aandacht op God te blijven vestigen. Die gezindheid van Christus. Dat blijft een uitdaging tot hij terugkomt, ongetwijfeld. Dus de vraag is niet, wanneer gaan jullie in de auto zitten, bepakt en gezakt en boos zijn op elkaar? Dat gaat zeker gebeuren. Ik maak u geen blaasjes wijs. Ik wil het ook niet rooskleurig voorstellen dan het in werkelijkheid is. De vraag is niet wanneer dat het zal gebeuren. De vraag is, als het gebeurt, hoe ga je ermee om? En dan wordt dit heel belangrijk. En dan hebben we elkaar nodig, moeten we elkaar helpen om dit te blijven bedenken. Alles wat waar is, alles wat goed is, wat zuiver is, wat eervol is, wat deugdzaam is, enzovoort, enzovoort. Op die manier staan we erin. Doe alles, zegt Paulus, wat ik u geleerd heb en overgedragen, wat ik u verteld heb en laten zien. Doe het en de God van de vrede zal met u zijn. Hier draait hij het om en zegt niet alleen van, doe niet wat die anderen doen, maar doe vooral wat ik doe, want ik haal mijn voorbeeld uit Christus. Zou dat geen fantastisch iets zijn, wanneer dat je aan de ene kant nederig genoeg bent om hem alle eer te geven, maar fier genoeg om te zeggen, maar je mag ook naar mij kijken. Want ik heb geleerd van de beste. Het voorbeeld Jezus Christus zelf. En als je dat doet, een live kerk, als je dat doet, dan zal de God van de vrede met u zijn. Met iedereen. Ook met die broeder of zuster waar je mee in onvrede leeft, ook die vrede is voor hen. En dit geldt niet alleen voor in de kerk. Eigenlijk mag je dat gerust uitbreiden. Want woorden die goed zijn voor gelovigen, zijn ook goed voor mensen die nog niet geloven. Want God heeft ons geschapen naar zijn beeld. Dus ik zou zeggen, blijf mensen uitnodigen naar dit festival. Zondag na zondag. Laat ze zien dat jullie blij zijn om de Heer te dienen. Dien de Heer met elkaar. En de kinderen die op de achterbank zitten, die gaan heel blij zijn. In Gent zeggen ze, die gaan vrij content zijn. Die gaan vrij content zijn, want ze zitten met de pakkers en de laders in de auto, die eigenlijk weten dat het niet om hun gaat, om hun koffer en hun auto, maar dat het gaat om zijn koffers en zijn auto. En als het om Gods auto en Gods koffers gaat, dan gaat het om zijn reis. Niet om mijn reis. Ik mag mee. En jullie mogen mee. Zullen we samen bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u bij uitstek getoond hebt aan Paulus en aan zoveel andere miljoenen andere gelovigen wat het betekent om u te volgen. En ik bid dat de woorden die Paulus hier in uw woord spreekt, dat die voor ons echt mogen zijn. Dat die betekenis mogen hebben hier in deze plek, in deze kerk, voor iedereen hier aanwezig. En ik bid, als er op dit moment iemand in ons midden zou zijn die worstelt met negatieve gedachten ten opzichte van iemand anders of ten opzichte van zichzelf. Heer, dan bid ik datgene toe wat we daarnet hebben gelezen. Dat we de goede dingen zouden bedenken. Alles wat goed is, wat waar is, wat zuiver is, wat eervol is, wat rechtvaardig is.
Heer, wat dat zijn de gedachten die u vandaag wilt planten in ons. Heer, laten we naar onszelf kijken door uw bril, niet door onze eigen bril. Als er iemand in ons midden is, die blijdschap is verloren omwille van iemand anders of een bepaalde situatie, Heer, dat u de bron mag zijn van die blijdschap. Als er iemand in ons midden is die zowel die blijdschap als die eenheid mist en misschien in een zekere eenzaamheid verkeert, het gevoel te hebben niet gehoord te worden, begrepen te worden, wilt u de allereerste spreker zijn voor die persoon? En dat u uw boek mag openen en dat u die naam mag voorlezen die geschreven staat in het boek des levens. Want daar mogen we in staan. Heer, dank u wel dat u met ons op weg gaat, op reis. En ik wens ook Alive Kerk toe dat als ze die auto instappen met heel het gezin en op reis gaan, dat u diegene mag zijn die hen vergezelt en de weg toont. Heer, dank u wel dat we op u mogen vertrouwen, dat we niet verloren zullen rijden, dat we niet in pannen zullen vallen, maar dat we zullen thuiskomen. En Heer, we willen graag thuiskomen bij u. En tot we thuiskomen bij u straks, mogen we hier thuiskomen. Elke zondag opnieuw. Of in de week, als we met elkaar op weg gaan, willen we thuiskomen. Heer, dank u wel voor dat voorrecht. Amen.